Bernard's duizendste. Ja, wat is jubileumdag. Want naast ons zit Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator en columnist. Eigenlijk moet je dan een fles champagne opentrekken. Maar ja, dat doen we pas na de column, want anders wordt het een onverstaanbaar verhaal. De duizendste column, Bernard. Welkom. Dankjewel. Ja, we draaien de hele week de best of eigenlijk van je. Daar gaan we gewoon mee door, ook deze week. Ja. Maar vandaag een verse duizend. Hoe voelt dat? Wat doet dat met het hart van de columnist? Dat denk ik, jeetje, ik ben inderdaad een oude man. Dat je, ja, ja. Je bent een goed gezelschap, hè? Nou, nee, ik ben begonnen in 2004 met die column. En ja. Heb consequent elke week een column gemaakt. Ik heb bij mijn weten nooit één overgeslagen. Echt? Nee, precies. Dus al die jaren gebeurd. Dus ja, nou ja, dan kom je bepaald met. Het is een apart gevoel. Ja. Een leuk gevoel. Zeker. Nou. En het is ook mooi dat het kan. Want het is eigenlijk een beetje een vreemdkörper bij een radiostation, een buitenlandkolom. Ja. En het kan hier bij het dit station. Ja. Het mooie is wel zo met alle respect voor het noeste werk van de columnist. Je bent niet de man die elke week heet mail krijgt over zijn column. Het is wel, jouw stijl is niet heel provocerend, niet hele sterke meningen, maar wel heel goed bespiegelend. Ja. Is dat bewust? Ja, dat is bewust. Omdat het belangrijkste is dat, ik kom er direct als ik de column kan lezen ook wel even over terug, omdat die gaat over hoe maak je nou eigenlijk een column. Hè? Mm-hmm. Maar het idee is tweeledig. Je moet zien dat je een belangrijk onderwerp bij de staart pakt. Mm-hmm. Je moet heel goed weten wie je doelgroep is. Nou, dat weten we hier precies. En dan moet je er ook iets van vinden. Ja. Maar ik ben niet een provocateur, dus ik ben niet dat zit niet in mijn karakter. Het is meer, ik wil het een beetje uitleggen en dan laten zien dat er wel degelijk iets aan de hand is en dat we er ook iets van kunnen en moeten vinden. Precies. Dat is het idee. Dat is ook het doel. Je moet wel mensen iets kunnen leren, iets kunnen bijbrengen. Of aan denken zetten? Ja, als het kan wel. Of je moet ze een spiegel kunnen voorhouden. Ja. Of je moet op een bepaald moment kunnen zeggen, zo'n oorlog, dat is, kun je dat wel voorstellen wat dat betekent? Allemaal dingen, kleine dingetjes. Het menselijk lijden, het menselijk geluk. Dingen als uitvindingen, dingen als enorme drama's die zich voordoen in de wereld. Het grootste probleem is het zoeken, week in, week uit. Ja. Want heel veel valt af. Ja. Allerlei dingen, denk ik, Is wel veel overzicht. Nou, dat ook, maar moet daar de BNR-luisteraar nou maar gaan lastigvallen. Dat is echt waar, hoor. Dat speelt een enorme rol. Je moet heel goed nadenken over tegen wie je praat. Heb je wel eens een week gehad dat je het echt niet wist? Wat moet er in vredesnaam komen? Ja, heel vaak. Oh. Ja, heel vaak. Hetty is hier in de studio, die weet dat. Want ik roep dan altijd tegen haar, geef mij eens een onderwerp. En komt ze dan ook door of niet? Heel af en toe. Heel goed. Ja, zeker wel. Nou, ja. Ik zou zeggen, tijd voor de duizendste, dames en heren, de column van Bernard Hammelburg. Nummer 1000. Hoe kom je nou aan een column? Het is een wonderlijke cocktail van feiten en meningen. De meeste energie zit in het checken van feiten. Maar ik erken het gelijk van Mark Twain. Als je de feiten hebt, kun je die naar hartelust verdraaien. In een column wordt je immers verwacht iets van die feiten te vinden. Je zou ook kunnen zeggen, objectiviteit is de vijand van de column. Of, ook Mark Twain, de enige waarheid waarop je kunt vertrouwen zijn de advertenties. De BNR-luisteraar is niet van de straat en wil feiten en meningen horen over tastbare, relevante gebeurtenissen. Onderwerpen als het buitenlandbeleid van Belize of de CO2-neutrale werkwijze van de Guatemalaanse koffieboer heb ik de afgelopen 999 columns nadrukkelijk vermeden, en dat houden we zo. Wat een column ook moet doen is demystificeren en af en toe ontmaskeren. Als we door de politiek worden meegesleurd in een zinloze en krankzinnige oorlog in Afghanistan, of een dubieus avontuur in Libië, of een tot mislukken gedoemde missie in Mali, of de aankoop van peperdure F-35 gevechtsvliegtuigen waarvan sommige partijen willen dat er geen haakje aan mag om atoomwapens te bevestigen, of als we net doen of we onze economie kunnen ontkoppelen van China, of als we onzin moeten aanhoren als een intelligente lockdown, of de noodzaak van groepsimmuniteit, of het meest ridicule, de illusie van het nieuwe normaal. Of als we niet inzien dat Oekraïne uiteindelijk kwetsbaarder is dan Rusland. In zulke gevallen vervangt de columnist de fabels door feiten. En daar vindt hij dan wat van.
Nog één keer Mark Twain. Die noemde journalisten een horde onwetende, zelfvoldane sukkels. Die zijn mislukt als kuilengravers of schoenmakers. En in de journalistiek terechtkwamen op weg naar het armenhuis. Daar kon hij best eens gelijk in hebben. Maar ik ga toch nog even lekker door. En dat vinden we fijn. Mooi, Bernard. Ja. Fantastisch. Dit was 1000. Een mooie bespiegeling weer. Maar inderdaad de vraag, wordt het er 2000? Nou ja, dat hangt van verschillende dingen af. Ja? Ik zeg altijd, ik ben een oud mannetje. Er zijn twee dingen. In de eerste plaats... een nog ouder mannetje worden. Nou ja, nee, er zijn drie dingen. In de eerste plaats, we zitten in een beetje onzekere tijd... bij dit radiostation. We hopen op een goede afloop. Maar goed, dat is één ding. Daar houden we allemaal rekening mee. Het tweede is... het bedrijf, de hoofdredactie, jullie, moeten me nog willen. Het kan, je hebt op een bepaald moment bestaat altijd de kans dat je denkt... nou word je een oude zeurpiet, en dat moeten ze dan ook kunnen zeggen. Hè? Ja. Dan, dus ik hou altijd rekening mee dat iemand op een bepaald moment zegt... nou, is het wel mooi geweest. En het derde is de gezondheid. Ja. Je moet het volhouden. En tot nu toe gaat het op al die punten goed. Ja, dus we nog even doorgaan. Ja, dus 20 jaar nog, hè, ja, tot nummer 2000. Dan, okay. Ja, nog 20 jaar. Dan ben je net 66. Als Joe Biden het kan, kan jij het ook. Ja. Ja, maar wacht even, blijf even zitten. Want we hebben nog even een gast bij ons. En dat is de algemeen directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispe, die ik vrij goed ken. Dus ik ga het nu tweeren. Eppo, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Je begrijpt dat deze archivaris van dienst... met een traan in zijn ogen, een brok in zijn keel... hier aan de andere kant van de lijn zit. Ah, hij heeft de Duivense kolom tot zich genomen... en ik ben echt een groot fan van de heer Hammelburg. Maar, tromgeroffel om natuurlijk. Wij gaan al deze columns voor de eeuwigheid bewaren... en dat is een fantastisch cadeau, vinden wij. Geweldig, ja. Ja. Ja, ik had ze zelf, zoals je ongetwijfeld weet. Nee, maar dat was ik had behalve 2004, want toen had ik nog geen eigen opname. Toen deden we het in een vondeltje. Maar daarna heb ik ze allemaal gewoon bewaard. Ja. Dus nou, dat hoeft niet meer. Nee. Ze liggen straks bij beeld te gelijk. Ja, ja, meneer Van Nispe, komt ze ophalen, denk ik. Voor de eeuwigheid. Ja. Want jij hield, ik mag misschien, jij mag je zeggen, maar het is voor mij meneer Hammelburg. Ja, je mag ook je zeggen, hoor, van Bernard, denk ik. Zeker. Als iemand u zegt, dan kijk ik altijd op mijn vader toevallig nog leeft. Ze draait even praten. Ja. Nee, maar het is echt onvoorstelbaar, denk ik, Bernard, met de jeugdigheid, maar vooral ook de wijsheid. Je hield Mark Twain een paar keer aan als quote. Ja, die heeft natuurlijk een paar prachtige quotes, maar een daarvan is natuurlijk ook always do right, this will gratify some people and astonish the rest. Ja. En jij doet, denk ik, altijd goed. En het is echt een eer en een groot genoegen om die columns voor de eeuwigheid. We zullen ze met hand en tand verdedigen tegen Russen of anderen ook. Zodat dat voor generaties over en over ze kunnen terugluisteren wie hier nu eindelijk die prachtige wijsheid al als een jonge god, zeg ik maar, Nederland in strooit. Okay, nou. En Eppo, dat wordt vandaag ook nog bij jullie omkleed in Hilversum bij Beeld en Geluid met een klein feestje, hè? Zeker, we hebben de totale fanfare geregeld. Al het personeel staat rechtop, de rode loper ligt uit. Mm-hmm. En ik trek mijn gouden archivaris hier. Bernard, verward kijken. Nee, ja. Bernard weet van helemaal niks, maar dat is een feestje wat je ook nog krijgt... bij de opname van al je columns in Beeld en Geluid. Geweldig. Ja. Nou. Ja. Zo zie je maar. Als je maar noest volhoudt, 1000 columns lang... dan krijg je vanzelf een feestje. Eppo, dank je wel. Eppo van Nispe, tot zevenaar, algemeen directeur van Beeld en Geluid. En Bernard, mogen we voor je klappen? Mag dat? Ja. 1000 en op weg naar de 2000. Ja hoor. En volgende week 1001. Ja, volgende week gewoon 1001. Ja hoor. Fantastisch. Dank je wel, man. Dank jullie.